Hey allemaal, welkom bij een nieuwe Anubis look en vandaag ga ik amber doen. Eerlijk gezegd, ik vond het heel moeilijk om een amber outfit te vinden, dus ik heb gewoon een roze topje gekozen, want ja, eerlijk, mijn outfit matcht gewoon niet met amber. Ik heb wel geprobeerd om het haar een beetje te doen, want ze heeft heel vaak de haarband met de zigzagen en een speld in haar haar die het opsteekt. Maar ik heb ook nog wat foto's, zoals altijd, als research. En die gaan we eerst even kijken voor we beginnen met de look. Oké, om te beginnen heb ik bij seizoen 1 gaan kijken. En wat me bij Amber vooral opviel als ik er doorheen ging, was dat haar looks op zich toch wel altijd best wel neutraal ook zijn. Wel altijd met een vrij heftige eyeliner erop, maar de oogschaduw zelf is eigenlijk vaak gewoon roze, bruin, goudkleuren. Soms is het wel iets heftiger. Ik hoop dat ik het nog iets beter kan zien. Nee. Altijd weer gedoe met die telefoon. Wacht even, kijk. Nee, het verder zetten is net niet goed. Wacht hoor. Even kijken hoe ik dit kan doen. Kijk, oké, dit is iets beter. Zie je? Dus hier zit ze meer in de paarse tint. Het is heel vaak gematcht met haar outfit die ze aan heeft. Als de foto bewegen, dat komt door de live optie die ik heb trouwens. Maar, kijk, hier zit heel mooi. Er is eigenlijk bijna geen oogschaduw, vooral eyeliner en mascara hier. Hier is dan wel net weer iets feller, maar het komt omdat het met haar outfit en de schoolverkiezingen en zo iets feller is. Hier is dan weer heel neutraal. Kijk, ik heb een beetje van elk seizoen geprobeerd te pakken. Hier wordt het weer iets donkerder. Dit is de laatste volgens mij die ik heb. En hier is het dan weer lichter. Maar wat me bij haar wel altijd opvalt, is dat ze elke keer lipstick op heeft. No matter what, Amber is niks zonder lipgloss en lipstick. Dus ik ga gewoon een leuke look creëren en we gaan ons vooral focussen op de lippen deze keer. Dus ja, mijn basis zit er alweer op. En het eerste wat ik ga doen is beginnen met de blush. Ik ga voor deze blush van de Balm. Vrij heftige blush, maar ik vind dat we dat bij Amber wel mogen doen. Alleen zorg dat ik er niet te veel aan breng, want ik mispak me altijd met deze kleur een soort van. Misschien mag ik even een extra lampje aan, dan is misschien iets beter. Dus die blush, waar ik me bij andere types al wel meer ingehouden heb, ga ik daar wel iets feller in op. Want ja, dat heeft ze wel. Ook de highlights zo meteen ga ik iets verder aanzetten dan wat ik in eerdere looks gedaan heb. Maar ja, ik moet ook geen clown worden natuurlijk. Maar je mag wel zien dat de blush er is nu. Want Amber verbergt totaal niet dat ze houdt van make-up en opmaken. En alles wat erbij hoort. Dus vandaar, ik heb ook mijn nagels niet gedaan. De highlight ga ik voor deze van Poppa, een gouden. Moet ik ook weer mee oppassen dat ik hem niet te doe. Maar ik doe mijn best. Oké, ja, kijk. En nu mogen we die highlighter gewoon wel echt zien. Qua make-up kan ik dan wel weer zeggen dat ik meer op haar lijk. Maar qua kleding, it's not a match. Als ik mijn kleding moest vergelijken, dan heb ik denk ik Joyce Patricia-achtig vooral. Die... ik denk, als ik Noah moet doen, dat dat ook nog wel moeilijk wordt voor kleding. Maar ik doe altijd mijn best. Ik zoek altijd in de kast de beste optie. Dus don't shoot me. De oogschaduw. Ik ga werken met dit Chocolate Elixir palet van Isle of Makeup. Zo. En dat heeft deze kleurtjes. En dan pak ik er eventjes een kast bij. Leren om die kwasten altijd even schoon te maken op voorhand. Elke keer begin ik zo spontaan aan een video en dan denk ik dat ik ben voorbereid. Nee. Maar goed, de highlight. Zoals altijd. En ook zoals bij andere looks, dus weer ga ik me niet inhouden met de oogschaduw. Je mag het zien dat de oogschaduw op heeft. Alleen matcht ze het vooral dus vaak met de kleding. En dat ga ik proberen. En de grote eyeliner shit komt er ook weer aan, waar ik totaal niet goed in ben nog steeds. Maar goed, we gaan het proberen allemaal.
uit. Het valt wel donkerder uit dan ik had gedacht. Eerlijk gezegd. Maar het kan. Dan neem ik mijn fluffy en dan ga ik mijn neus kriebelen. Dat heb ik zo vaak en dat komt volgens mij door die mondmaskers ook. De randjes van mijn neus echt kriebelen. Maar goed. Even kijken. Ik ga toch voor deze donkerste kleur gaan. Hoop ik als het niet te donker uitpakt. Maar het lijkt mee te vallen. Yes. Ik merk dat ik mijn oogschaduwbasis alweer eventjes gedaan had en dan pakt hij hem heel snel waar dat hij toch weer een beetje in de lijntjes gaat. Dat is wel kut. Ik doe mijn best om hem uit te vervagen. Hier staat mijn spiegel trouwens weer, mocht je denken van waarom altijd naar die zijkant. Dat is gewoon handiger voor mij om te werken. Goed. Oké, YouTube loopt zichzelf weer af. Ik vind het echt niet grappig meer, maar goed. Ik ging het dus met een lichter kleurtje doen. En die werk ik van binnenuit naar de buitenkant. Om iets op te lichten. Daar vind ik er iets meer op lijken al dan wat ik net had. En dan gebruik ik die kleur die ik net op het volledige occluté. Die zet ik er nog heel lichtjes een beetje naast. En dan ga ik niks meer denk ik in die oude V doen. Want ik merk dat dat bij haar ook niet echt gedaan wordt. Nog echt wat ik zelf dan wel vaak doe. Dat die buitenkanten verkleind worden. Dat zie ik bij haar niet. Dus goed, dit is het dan van oogschaduw voor nu. En dan gaan we weer proberen de challenge of de eyeliner te doen. Wish me luck. Ik ben hier heel slecht in. Ik ga hem nu wel alleen bovenop zetten. Want bij de Joyce look had ik het ook onderaan gedaan. En ik heb best wel last gehad van mijn ogen daardoor. Dus ik blijf alleen bovenaan nu. Ik weet voor een officiële amber look zou het moeten. Dat ik hem ook iets meer bovenzet of onderzet beter. But I can't. Oh kijk, het gaat nu alweer mis. Hij wordt hier altijd zo dik. Daar gaat het mis. Maar ik ga het zo meteen proberen redden. Don't worry. Even de andere kant. Oh fuck. De slechtste eyeliner aanbringer award van YouTube gaat echt serieus naar mij. Ik meen het, ik ben hier echt niet goed in. Ze zeggen altijd je kan dingen trainen, maar ik kan het gewoon niet. Ik pak even gewoon een eyeliner kwastje erbij. Oh, ik moet het vastpakken. En dan kan ik hem een beetje uitvervagen. En dan komt het hopelijk allemaal goed. Oké. Okay. Dit is het beste wat ik ervan kan maken, don't you me. Oké, de andere kant even uitvervuigen. Ik kom weer een veeg. Als iemand mij daar ooit echt een truc voor heeft om dit gewoon goed te kunnen. Teach me please, teach me. Want ik heb echt al van alles geprobeerd en ja, het wil gewoon niet. Maar goed, ik denk, oh, wat?
Wat is hier gebeurd? Wat de... Oké, heeft iemand het zien gebeuren? Like... Wat is hier gebeurd? What the fuck? Dat is ook echt... op camera staan. Oh, die veeg. Oh, ga ik dit normaal wegkrijgen? Ik weet het niet. Oh, gelukkig heb ik dit niet over mijn hele... Oh. Holy shit. Wacht hoor, dit is serieus panic. Ik ben het ook echt niet met make-up afhaaldoekjes aan doen, maar met wc-doekjes. Oké dan. Maar het gaat er wel vanaf. Oké, ik ga dit proberen. Kijk, dit is ook al meteen een tutorial. Hoe halen we dit weg? Oh, en op mijn neus ook. Echt, what the fuck is hier gebeurd? Hier ook. What the fuck? Wat is dit? Hing er iets aan dit potlood of zo? Ja. Geef mij gewoon geen eyeliner. Doe het gewoon. Oh. I can't. Dit zou Amber dus nooit hebben, want Amber is gewoon goed in eyeliner. En ik ben het niet. Oh. Maar oké, het komt goed. Ik ben al blij dat het gewoon daar is en niet echt mijn hele gezicht onder. Oké, kijk. Hier ook gewoon een beetje meer weg. Zo. Gerestaureerd. Oké, na deze faal, de ogen zijn klaar. Ik ga er geen extra aandacht meer aan geven, gewoon door over tot de lippen. En dan ga ik even hier in mijn lipkast en dan ga ik er een mooie... Ik ga toch voor rood. De NYX is dit in de kleur Amsterdam. Kijk. Een heel mooie kleur is dit. Maar hij heeft niet echt veel shine. Dus wat ga ik doen? Ik ga er nog even een kleurtje over doen als ik hem vind. Nee, ik vind het niet. Oh ja, hier, kijk. Ik ga deze er nog een beetje overheen dabben. Because it's pretty. Dan krijg je toch dat old school glansje erop. Kijk hoe pretty. Dit zijn van de Insta Girl Diamond topcoat van de Primark. Maar die is echt zo mooi. Kijk in het licht. Door het gedoe met mijn ogen net, zou ik nog vergeten dat ik de mascara moet doen. Dus die ga ik nog snel even aanbrengen. Even een laagje mascara erop. Want zonder mascara hebben we natuurlijk geen mooie look. Zo. Kijk. Oppassen dat ik hier nu ook geen veeg mee maak. Ik like. Oh. Zo. En dan is onze look klaar. Ik hoop dat jullie het een beetje een geslaagde look vinden. Mijn Amber look. Ik vind het niet de beste die ik gedaan heb, eerlijk gezegd. Maar goed, ik hoop dat jullie het er toch een beetje in zien. Ik bedank jullie voor het kijken en tot de volgende video. Bye.